slecht nieuws voor ons land. Want ja, we dachten dat we er vanaf waren. Maar nee hoor, de prijzen blijven maar stijgen. De inflatie klimt omhoog. In de maand mei is die inflatie opnieuw opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een eerste raming. Opgelopen dus in ons land, maar in de rest van Europa daalt die. De inflatie in de eurozone is in mei gedaald naar het laagste peil in meer dan een jaar. Al is het nog wel te hoog. Ja, Stefan, is het glas half vol of half leeg? Dus ben je blij met die gedaalde inflatie of ben je teleurgesteld omdat die nog altijd te hoog is? Ik ben wel blij met de gedaalde inflatie. Het is niet alleen de inflatie, de headline zogezegd, die gedaald is naar 6,1%. Mm-hmm. Maar vooral ook de core, dat wil zeggen zonder voeding en energie, is gedaald tot 5,3%. Was 5,5% verwacht, is natuurlijk nog meer dan de 2% die men nastreeft. Ja. Maar de trend is toch wel heel duidelijk. En zoals gezegd, vooral de start van de inflatie is toch wel wat die energie geweest. De hoogste koers van gas was in augustus vorig jaar. Dus als we dit jaar augustus gaan zijn, gaan we toch een enorm effect zien van lagere energieprijzen. Dus die inflatie gaat nog wel lager. Of we net op die 2 gaan uitkomen, is wat moeilijk te voorspellen. Maar we gaan toch wel hard die richting uit, hoor. Ja, en daalt die sneller dan jij had gehoopt? Maar ja, het daalt toch iets sneller dan verwacht. Hè. Zoals gezegd, de core was verwacht 5,5, is 5,3. Ja. Is toch wel duidelijk lager. Hè. Dus die trend gaat toch wel behoorlijk omlaag. Ja, dus het glas is denk ik toch iets meer halfvol deze keer. Hoe kijkt Team Lagarde hiernaar? Hoe zullen ze in Frankfurt naar die dingen kijken? Ja, hoe zullen ze kijken? Wat ook misschien nog opvallend is, men heeft toch ook wel gezien dat wat de kredietverlening betreft, die is heel fors aan het dalen. Een jaar geleden groeide de kredietverlening in de eurozone nog met 12%. Nu maar meer met 1,9%. Dus men ziet toch wel dat de vraag naar krediet afneemt, omdat de rente natuurlijk zo gestegen is. Dus ik zou vermoeden dat ze langzamerhand zitten te denken van moeten we die rente nog wel echt verder verhogen? Hè? Dus het zou mijn aanvoelen zijn, op basis van die kredietcijfers. Hè? Dat ze dus? Niet meer verder verhogen. Er wordt algemeen verwacht in juni gaan ze nog eens een kwartje verhogen. Ja, ik denk dat ze misschien toch eens aan het denken zijn. Ja, de kredietverlening valt al zo fors terug. De core-inflatie is lager dan verwacht, ja. Het is toch opvallend als je er zo vanuit gaat. Ja, ze hadden het over een reis, een bestemming waar de ECB nog niet was. Ja, kijk, mij zou lijken. Er is trouwens een Frans lid van de ECB die vandaag gesproken heeft in Toulouse. En die heeft die idee wel al een beetje gegeven. Dus ik denk dat het zuidelijk gedeelte van de eurozone toch begint te denken van het is misschien wel voldoende geweest met die rentestijging. Oké, dat was de inflatie. Jij zei net wat interessants over de OPEC. Ja, zeker. Al zou ik graag willen weten wat je bedoelt. Nou, ik wil het ook nog wel even over de OPEC hebben. Oh, in die zin. Ja, nee, ik dacht dat we nog even dicht spreken. Nou ja, ik wilde er inderdaad nog even naar de OPEC. Want de olieproducerende landen komen dus dit weekend bijeen in Wenen. En wij bespraken het net al. De energieminister van Saoedi-Arabië staat flink onder druk om prijzen te verhogen. Hij leidde OPEC ook naar die recente productiestop. Wat denk jij dat ze gaan beslissen? Ja, ik denk dat zij inderdaad, zoals iedereen weet, zo hoog mogelijke olieprijs willen hebben. En de Amerikanen hebben nu wel een beetje een pad in de korf gezet door die strategische reserves af te bouwen. Mm. Hè. Dus daar zijn ze wel een beetje boos voor. Hè. Dus ik denk wel dat men daar een beetje wraak op wil nemen. Dus inderdaad, eerder de productie verlagen. Maar wat toch wel blijkt, Rusland blijft eigenlijk volop olie oppompen. Ze hadden wel gezegd dat ze het niet gingen doen, maar volgens de cijfers blijft Rusland dat toch wel doen. Dus ja, dus ik denk dat ze toch een hartig woordje gaan spreken daar onder elkaar, lijkt me wel. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.